De weg naar het dorp Douatra aan de Boven-Suriname in het district Sipaliwini is bijna onbegaanbaar. Zaterdag nam onze nieuwsdienst Pools hoogte van de situatie en zag de slechte staat waarin de weg zich bevindt. Kapitein Armando Banafo van Douatra zegt dat de gemeenschap van het gebied niet meer in staat is om de weg zelf te egaliseren en ze op de overheid wachten voor hulp. Dat de biggie alleen zijn kom samsla, dat was in contact aan haar dat die ding de steenslag zat, dat was in weder. Dat was ik om horen slecht, dat na de jongen passie voor 8 kilometer. Dat was dat je rijdt bijna een uur lang voor zich kan door al die bakanten. Door als het was als slecht ving, dat je voor zo lang voor zich door. Maar terwijl nou passie 5 minuten even de boom. Maar dus morgen is slecht tegen, want nu, we nog sap mijn soort alleen ook weten. Hoe lang heb je daar per ongeveer om een kilometer zo? Na 8 kilometer nu maar de. Nou, het is een gilant heeft de man doen. Dus maar de man die is een want echt alle soort ukupe mi, maar doe mi best, mi doe maar. Banafo zegt in april samen met de lokale bewoners te hebben gewerkt aan het egaliseren van de weg. Een ondernemer had eerder ook een bijdrage geleverd door een deel van de weg te repareren. Maar het materiaal en de nodige machines schieten tekort om de volledige job te klaren. Ja, toch wel. Dat bij de, wanneer was het? Bij de april voorjaar, soms en dus. We hebben een activiteit voor de rapide. We hebben een kapitein aan Basia voor de kan. Doe een weinig, maar dat daar passief is. Dan zou je piki, maar koloko, assemblee. Het kar Sampi je die een bijdrage toe naar de Sara Creek of Firecar Aseri Fugati. Na zo de man dat geleverd de bijdrage naar Amoni dat naar San Piki naar een gemeenschap. Dat we kunnen foto naar Dalian. Dat we naar Samorov naar 18 kuper steenslag. Zou we bij Amaf Bakabo te schrijven en Water Sani. En schrijven we leveren een bijdrage naar afas dat die afas de tangen nu. Ja, dat we kan takken. Voor de bewoners is de beste optie als de overheid de weg asfalteert, omdat de weg dan niet steeds aangepakt hoeft te worden, meent de kapitein. Door de huidige staat van de weg doen scholieren en werkenden soms urenlang over de weg of moeten zelfs onverrichterzake huiswaarts keren.